We zijn voorgerecht aan het maken van het ham. En dan komt een siroopdressing overheen. We gaan er een hele gezellige avond van maken. We doen het nu ongeveer voor de 8e keer. En elke keer is het heel erg gezellig en ja. Veel wat we tegenkomen is zoutarm of zoutloos, glutenvrij. Alleen daar kunnen we alles op aanpassen. Dat komt altijd, doen we daar ons best ook voor. Nou ja, je zoekt mensen die eventueel niet de gelegenheid hebben om een kerstviering met elkaar te vieren. En als we dat zo kunnen bewerkstelligen, lijkt me een goede zaak. Ja, het leuke eraan is dat het voor een goed doel is. Vanavond. En dat is wel leuk om erbij stil te staan om dat voor mensen te doen. Dus. Collecte was de goede toon, zoals wij het zongen. Zegt dat oud worden heel erg leuk is. En dat kan ook heel erg leuk zijn. Maar voor sommige ouderen is het ook ietsje minder leuk. En daar, voor die ouderen, zijn wij als Nationaal Ouderenfonds. Want we willen gewoon heel veel leuke dingen voor ouderen, met ouderen doen. En dat doen we dan ook ieder jaar voor honderdduizenden ouderen. We wish you a Merry Christmas. Ik ben alleen, ik heb veel te veel gegeten, onbeschoft. Ik ben zo... Het was veel te lekker en ik vond het niet leuk om te laten staan. Ik ben maar alleen thuis, hè. Mijn vrouw is dood. En ze doen het. Wat hebben we gegeten? Wilt u dat weten? Waar zijn we mee begonnen? Ja, een klein toetje. Ja, maar heb je misschien zelf ook gehad. Toetje. En dan iets met rookkost, sla met een lapje vlees erop. Ham of zo. Een heel lekker sausje. Ja, maar het was heel lekker, zijn sausje erbij. Het was leuk. Dat is de eerste keer dat ik geweest ben. En dat was echt leuk. En goed eten, veel te veel. De bordjes zijn leeg. Allemaal leeg. Ja. Alles op. Zo zijn we opgevoed, hè? Zeker. Bordjes leeg eten. Als je oud wordt, dan kun je de helft van eten van wat je vroeger had. Weet je maar een heel klein beetje. En we zijn voor het oud, dus dat horen we bij. Jammer.